Het is de week van gebed en deze staat in het teken van verzoening. Welkom bij Uitgelicht. De meeste christenen bidden met regelmaat, maar deze week is het een speciale week. Missie Nederland en de Raad van Kerken organiseren de Week van Gebed. De week staat in het kader van 500 jaar reformatie en heeft als thema verzoening. Aan tafel Dorina Nauta van Missie Nederland. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond, hi. Ja, we gaan eerst even naar wat anders. Want gisteren was de vredesconferentie in Parijs, waar 72 landen bijeenkwamen om te praten over het Israëlisch-Palestijns conflict. Aan de telefoon Jacob Hoekman, buitenland commentator van het Reformatorisch Dagblad. Goedenavond, meneer Hoekman. Ja, goedenavond. Ja, Netanyahu en Abbas waren allebei niet aanwezig. Waarom niet? Nou, Netanyahu die heeft de vredesconferentie geboycott, omdat hij bang was dat die hele conferentie zou uitlopen op één grote vertoon van Israël bashen. En daar had hij weinig zin in, want initiatiefnemer was Frankrijk. En ja, Frankrijk heeft zich in het verleden wel vaker niet vreselijk pro-Joods laten kennen, zal ik maar zeggen. En ook de Arabische Liga was aanwezig. En nou ja, Netanyahu had daar simpelweg geen zin in om van dat soort mensen allerlei bevelen opgelegd te krijgen over wat hij wel en niet moet doen. Ja. En Abbas, die steunde de conferentie wel, maar die heeft niet eens de moeite genomen om aanwezig te zijn. En die wordt later, ik denk dat vandaag al is gebeurd, door Hollande, de Franse president, bijgepraat. Ja, precies. Ja, want wat waren de voornaamste conclusies van deze bijeenkomst? Nou, er is eigenlijk één voorname conclusie en die was vooraf ook al bekend. Dus wat dat betreft is het niet zo opzienbarend. Dat is namelijk dat er een twee-staten-oplossing moet komen volgens de deelnemers aan de vredesconferentie. Dus dat betekent Israël en Palestina, twee staten in dit gebied, vreedzaam naast elkaar. En dat is op zich ook helemaal niks nieuws. Die oplossing die wordt al decennia lang verkondigd door internationale groepen zoals de Europese Unie en door de Verenigde Staten. Eigenlijk al sinds de Oslo-akkoorden in 1993. Mm-hmm. Maar in de praktijk is eigenlijk dat die oplossing steeds verder uit het zicht verdwijnt. Dus het is de voornaamste conclusie, maar geen optimale conclusie. Nee, u noemt het al niks nieuws. Kunnen we deze conferentie dan wel serieus nemen of de uitkomst daarvan? Of hoe serieus moeten we die nemen? Ja, dat is lastig te zeggen. Maar ik denk dat Frankrijk er vooral mee wil laten zien dat de beschaafde wereld nog steeds hecht aan een twee-staten-oplossing. In tegenstelling tot wat de nieuwe president van eind deze week in Amerika, Trump, heeft gezegd. Die heeft onder andere gezegd dat hij meer een pro-Israël koers gaat varen dan onder Obama gebruikelijk was. En zelfs de Amerikaanse ambassade in Israël, die zou naar Jeruzalem worden verplaatst. Die staat nu in Tel Aviv, daar staan alle ambassades. En ja, en dat zou echt een grote wijziging betekenen, omdat Jeruzalem juist de hoofdstad van beide staten, van Israël en van Palestina, zou moeten worden. Dus Trump, die het lijkt erop dat hij de laatste is om heel hard te gaan vechten voor die twee-staten-oplossing, zoals die conferentie dat wil. Ja. Dus eigenlijk is het een conferentie die al een beetje achterhaald is aan het eind van deze week als Trump de nieuwe president wordt. Ja, er kwam ook kritiek vanuit de Britse hoek. Even kort nog, wat hield die in? Ja, de Britten die vinden het maar niks dat Israël en de Palestijnen er zelf niet bij waren. En daardoor hadden ze er zelf ook niet zoveel vertrouwen in. En de Britten zeiden zelf ook, ja jongens, dit gaat eigenlijk nergens over. Het is een soort laatste stuiptrekking. Juist omdat er dus in de VS later deze week een nieuwe president komt. En ja, die steun van de VS die is nu eenmaal cruciaal voor wijzigingen in het Israëlbeleid. Dus ook daarom had die conferentie in feite weinig zin. Ja, dank voor uw toelichting, Jacob Hoekman van het Reformatorisch Dagblad. Graag gedaan. Ja, deze week is de Week van Gebed. Missie Nederland en de Raad van Kerken organiseren deze week met als thema verzoening. Bij mij aan tafel Dorina Nauta van Missie Nederland. Goedenavond, mevrouw Nauta. Goedenavond. Hi. Ja, allereerst even, hoe belangrijk is bidden voor u persoonlijk? Wat doet dat in uw leven? Kijk, we beginnen gelijk met hele diepe vragen. Ja, precies. bidden is de manier van contact met God hebben. En voor mij is dat niet een soort, ik val mijn handen, ik sluit mijn ogen. Maar is dat een, nou ja, altijd aanwezig contact met God, zeg maar. Dus ja, de adem van de ziel wordt het wel genoemd.
Zonder ademhalen leven we niet, zeg maar. En zo voelt het ook. Het contact met God. Ja. En op hem afstemmen. Even terugtrekken van alle geluiden om ons heen, zeg maar. En, even die stilte opzoeken. Ja, vind ik heerlijk. Ja. Want waarom bestaat er zoiets als een gebedsweek? Dat is om met elkaar te bidden. Maar het mooiste vind ik nog altijd eraan is dat we over kerkmuren heen bidden. Dus dan gaat het over eenheid, gaat het over elkaar ontmoeten, ondanks de verschillen. En juist elkaar ontmoeten rondom de kern, namelijk contact met God. Ja. Nou ja, en ik weet niet, misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt, dat als je met elkaar gaat bidden, dan kom je een laag dieper met elkaar, zeg maar. Ja. En dat is ook zo dat je misschien iemand anders niet zou kennen of maar beperkt zou kennen. En als je dan met elkaar gaat bidden, dat schept een band, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, die gebedsweek bestaat ook al behoorlijk lang. Wanneer was de eerste? In Nederland was de eerste in 1867. Maar onze wortels gaan inderdaad ver terug. Het is een wereldwijde gebedsweek. Dus in januari wordt er over de hele wereld gebeden. En in 1867 was in Nederland de eerste. En dat is meteen het ontstaan van de Evangelische Alliantie ook geworden. Dus daar zitten onze wortels. Want wij zijn voorheen waren we Evangelische Alliantie. Inmiddels zijn we Missie Nederland. Dat is onze nieuwe naam. Maar onze wortels zitten in het bidden en in de gebedsbeweging. Ja, want hoe is dat zo ontstaan, die gebedsweek, zowel wereldwijd als in Nederland? Ja, kijk, bidden en organisaties die ontstaan of mooie bewegingen die ontstaan, die begint met een verlangen, zeg maar. En zo is dat met gebedsbewegingen ook gegaan. En daar zie je wat daar allemaal uit voortgekomen is en wat voor groei we als evangelische beweging nog hebben doorgemaakt. Maar ook die andere bewegingen. Want het is absoluut niet alleen vanuit onze achterban en vanuit Missie Nederland, vanuit de evangelische hoek, maar ook de Raad van Kerken die meedraait. En waar het echt gaat over interkerkelijk bidden. Dus ja, u noemde het net al, hè, overkoepelend. Hoeveel kerken doen er mee in Nederland? Wat voor kerkelijke gezindes moeten we dan aan denken? Dat is heel breed. Dat is echt zo breed als de kerkelijke kaart is. Er zijn 143 plaatsen die op de kaart staan. Dus die aangegeven hebben op onze... In onze plaats is een gebedsweek. Maar wat je vaak ziet gebeuren is dat het in een plaats met verschillende kerken samen georganiseerd wordt. En dat stimuleren we ook van harte. Dus dat en de katholieken meedraaien, de hervormden, de evangelisch. Zo in de hele breedte, zeg maar, die gebedsweek georganiseerd wordt. Dus er doen veel meer kerken dan dat er plaatsen meedoen aan mee. Maar het is echt in de breedte. Ja, echt van Rooms-Katholiek tot met de charismatische beweging. Ja, en dat uitzicht dus nationaal. Doordat wij met de Raad van Kerken, Missie Nederland en dit jaar voor het eerst ook contactorgaan gereformeerde gezinten meedoen. Maar dat uitzicht ook plaatselijk. Dat organisatoren vaak een team van verschillende mensen om zich heen verzamelen uit verschillende kerken. En dan samen die gebedsweek met elkaar organiseren. Ja. Ja, want wat zien jullie van de effecten van zo'n gebedsweek? Merken jullie dat het werkt door de jaren heen? Ja, ik zie juist wel dat de gebedsbeweging groeit, zeg maar. Kijk, het is altijd lastig. Wat is de vrucht van gebed en hoe kan je dat meten? Daar wil ik ook van afblijven. Maar wat ik wel zie is dat het interkerkelijk contact maakt dat mensen elkaar weten te vinden. En als ze dan samen een gebedsweek georganiseerd hebben, zie je bijvoorbeeld dat als je met elkaar gaat bidden om de nood van de wereld, ga je ook nadenken over wat kunnen wij in onze stad betekenen? Wat kunnen we samen doen? Zo zijn er op verschillende plaatsen bijvoorbeeld diaconale platforms gekomen of projecten die dan door dat interkerkelijk contact begonnen zijn. En wat is dat ook de reden dat zo'n gebedsweek nodig is? Want misschien zeggen mensen, een gebed is toch een dagelijks iets. Waarom dan zo'n landelijke week van gebed? Ja. Ja, het kan haast een beetje klinken alsof we alleen in die week bidden. En dat moet absoluut niet het geval zijn, volgens mij. Maar het is wel de week die ons stimuleert om samen te bidden. Inderdaad, we bidden altijd en door het hele jaar heen. En deze week is hopelijk een boost in het ook met elkaar bidden. En dat is een mooie gelegenheid om dat even weer op te frissen. En wacht even, wie zijn eigenlijk onze andere kerk- en stadsgenoten? Ja. Deze week heeft ook als thema verzoening. U heeft er al wat over gezegd, over kerkmuren heen. Ja, waarom dit thema? Waarom is dat zo belangrijk? Het thema wordt eigenlijk altijd aangedragen vanuit een land. En dit jaar kwam het vanuit Duitsland. Dat is natuurlijk extra bijzonder rondom 500 jaar reformatie. Dat juist zij nu het materiaal hebben voorbereid. En juist om de 500 jaar reformatie hebben ze ervoor gekozen om... de verzoening te kiezen als thema. En dan gaat het over verzoening tussen van God uit naar ons toe, maar ook verzoening tussen mensen. En dat sluit natuurlijk heel mooi aan bij eenheid, bij samen.
Ja, u noemde het al even, we blikken terug op 500 jaar reformatie. Dat heeft ook echt een scheur door de kerken heen getrokken. Ja, inmiddels is er wel het een en ander weer hersteld, hebben Lutheranen mij verteld. Want in de voorbereidingen zijn we natuurlijk ook bezig met 500 jaar reformatie. En toen werd al duidelijk aangegeven, nou, er zijn aardig wat dingen ook weer hersteld. Maar ja, het is niet allemaal koek en ei geweest wat dat betreft. En juist daarom des te meer reden om elkaar op te zoeken. En dan vind ik het ook extra bijzonder dat we, nou ja, dat ik met een katholieke broeder naast mij in de kerk of in een gebedsbijeenkomst zit en samen bid. En misschien wel een hele andere geloofsbelevenis heb, maar wel rondom dezelfde God die we mogen ontmoeten. Ja, want waarin merken jullie dan dat die verzoening zo hard nodig is? Ik denk verzoening is in die zin hard nodig dat we elkaar soms gewoon niet begrijpen en onze eigen subcultuur misschien wel hebben als kerkgenootschap of als denominatie. Soms zit het ook heel veel in taal, in gewoon elkaar willen begrijpen, in verbinding willen maken met die ander. Dus dat zit tussen denominaties, in vormverschillen veel. Het zit ook, zonder te bagatelliseren wat er aan theologische dogma's is, daar zit het hem ook in. Maar ik denk dat als we over hoofdzaken met elkaar om tafel zitten, en als het gaat om bidden zitten we rondom een hoofdzaak, dan kunnen we elkaar wel vinden. Ja, maar is daar dan animo voor dat die kerken elkaar weer gaan vinden? Want het is natuurlijk mooi om zoiets uit te dragen, maar willen de kerken dat ook? Ja, ik denk dat we inmiddels in een tijd leven dat veel gewoner is geworden. Ja, dat we weten dat we het niet alleen als kerkje redden, maar dat we met elkaar het Koninkrijk van God vertegenwoordigen. En dat is een veelkleurig koninkrijk. Ja. En daarin hebben we ook onze eigen plek en ons eigen kleurtje allemaal. En ik zie juist dat die muren, om zo maar te zeggen, veel meer afbreken en we veel meer samen doen. Minder op ons eigen eilandje. En dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. 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 Jullie hebben ook een slogan. Hij staat hier al eventjes. Jouw hand, mijn glimlach. Ja. Wat houdt het plaatje in? Kun je dat uitleggen? We hebben daar uitgebreid op gebrainstormd. En daar hebben we altijd een mooi structuurtje voor hoe we dat met elkaar doen. En daar is dit uitgekomen. Dat komt van dat je misschien als kind wel weet, als je ruzie had met elkaar, dan zei de juf of je moeder of wie dan ook, zei je moet het weer goed maken met elkaar. En wat doe je dan? Dan geef je elkaar een hand om te laten zien, kijk, het is weer goed tussen ons. Mm-hmm. En dat is aan de ene kant ik die de ander een hand geef, maar die ander die mij dan ook terug toeglimlacht. En daarmee is de brug geslagen, om zo maar te zeggen. Ja, dus alles in het teken van kerken die elkaar de hand schudden. Ja. En ook schouder aan schouder daarin staan. Want we hebben niet meer de luxe om te zeggen, het gaat om ons hachie. Nee. En ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. Want God is heel duidelijk over, als het gaat om eenheid en aan jullie eenheid zal de wereld zien. Ja. Zeg maar. Wat voor activiteiten zijn er? Er zijn op allerlei verschillende plekken gebedsbijeenkomsten. Sommige plaatsen kiezen ervoor om elke avond een gebedsbijeenkomst te hebben. Maar er zijn bijvoorbeeld ook specifieke doelgroepen bijeenkomsten. Ja, mooi. Veel bidden. Ja, precies. Dank voor uw toelichting, Dorina Nauta van Missie Nederland. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Tot dan. Dag.